Hartelijk welkom allemaal. Hier zijn we weer met aflevering 10 van Bodycheck. Met vanavond in het ene team Mirja. Ze is 12 jaar, zit in de brugklas en ze houdt van keyboard spelen en van voetballen. Ze speelt samen met haar vader, dat is Paul. Paul is 43 jaar, werkt bij een bank en houdt ook van voetbal en van computer. En zij nemen het op tegen de mensen die de vorige keer al in Bodycheck speelden. Annelies, die zo van zwemmen en turnen houdt. En ze speelt ook vanavond weer samen met haar moeder Marianne, die het de vorige keer al heel spannend vond. Maar vanavond wordt dat, hoop ik, voor haar alweer minder. We spelen het spel vanavond en wel dus Bodycheck. Het zou moeten wennen als je maar vaak genoeg terugkomt hier, dat je hier steeds meer ontspannen gaat zitten. Hoe is het, Mirja, om hier voor de eerste keer te zitten? Spannend. Kun je dan nog een beetje voorbereiden samen met je vader om als team te komen hier? Niet echt. Niet echt, hè? Je probeert gewoon maar wat. Ja. Annelies, welkom terug. Turnen en zwemmen, je doet het vaak per week, hè? Ja. Hoe vaak? 2 keer per week gym en 3 keer per week zwemmen. 3 keer in de week zwemmen. En waar moet ik me dan bij voorstellen? Wat doe je dan? Wedstrijd zwemmen. Ah, dus je hebt met grote ogen en oren naar de Olympische Spelen zitten kijken. Is er een idool van je? Inge de Bruin. Ja, natuurlijk. Met al die gouden plakken. Fantastisch. Nou, gouden plakken kun je niet halen. Je kunt het wel heel leuk doen en misschien ook nog een leuk bedrag verdienen vanavond in Bodycheck. En ik stel voor dat wij het spel gewoon gaan spelen. De eerste ronde, zoals altijd, bestaat dat uit dat speelveld met erop 9 vlakjes. Dat is een oneven aantal, dat betekent dat er dus ook weer een instinker in zit. Ik zeg het nog maar even. Jullie gaan zo meteen bepalen welke vraag het eerst gespeeld gaat worden. En dat kun je nooit met z'n tweeën tegelijk doen. Dus hebben we niet geloot, want de nieuwelingen mogen altijd beginnen. Mirja, jij mag beginnen om een vraag eruit te halen voor je vader. Zeg het maar. Nummer 4, dat gun jij je vader wel. Nou, moet je opletten wat jij je vader gunt. Deze vraag. Sommige mensen krijgen na het eten van een Chinese maaltijd last van plotselinge hoofdpijn die gepaard gaat met transpiratie. Hij kijkt heel moeilijk nu al, Paul. Ook kunnen ze last hebben van spierpijn en een licht gevoel in het hoofd. Dat wordt heel toepasselijk het Chinees restaurantsyndroom genoemd. Wat is nou de oorzaak van het zogenaamde Chinees restaurantsyndroom? Is dat A. allergie voor ketchup, B. gebruik van smaakversterkers of C. hoog zoutgehalte van de gerechten? Nou, ik ga voor B. Jij gaat voor B, voor dat syndroom. Nou, je hebt het goed gedaan, 20 punten verdiend. Heb je wel eens last gehad van dat Chinese restaurantsyndroom? Ik heb er gelukkig geen last van. Heb je goede Chinees in de buurt? Ja. Laten we daarop houden. Nou, Mirja, wat doe jij? Nummer 6. En dat is deze. Kijk even mee om te beginnen naar dit leuke filmpje. In tegenstelling tot vroeger moet elke politieagent tegenwoordig kunnen zwemmen. En wat we hier te zien kregen is het resultaat van hun opleiding. Ja, de les van aspirant politieagenten om samen een golfslagbad te vormen. Ze lijken me zo een prima conditie te hebben, maar wat kun je nou, denk jij, het best beoefenen om de conditie van het lichaam te verbeteren of te behouden? Is dat A. fietsen, B. wandelen of C. zwemmen? C. zwemmen. C. zwemmen. En het is een goed antwoord. Nou, ook meer zat het helemaal, als je kon liplezen had je het kunnen zien, die zat ook helemaal heel goed gedaan. Maar let nou vooral op die plaatjes, jij. Jullie mogen verder gaan. Mirja, welke vraag wil je hebben? Nummer 3. Krijg je van mij deze vraag. Teken, dat zijn kleine spinachtige insecten die het bloed van een mens of een dier eten. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Om dit risico tot een minimum te beperken, is het belangrijk om een vastgebeten teek op de juiste manier te verwijderen. Op welke manier kun je nou een teek het best verwijderen? Is dat A. met een draaiende beweging verwijderen, B. met een tekentangetje recht eruit trekken of C. met een druppeltje alcohol de teek laten schrikken? A. Jij denkt A met die draaiende beweging, wordt niet goedgekeurd. De vraag bewaar ik even, want er komen in de eerste ronde altijd herkansingen. Ik kijk nu even de andere kant op en dan kijk ik richting Annelies. Nummer 1, zegt Annelies. En dat is deze vraag voor Marianne in dit geval. Snurken ontstaat door een abnormale ademhaling die veroorzaakt wordt door een vernauwing van de luchtwegen. Een zware snurker kan last krijgen van hoofdpijn en vermoeidheid en ook zijn of haar partner heeft vaak te lijden onder dat snurkabaal. Je zit helemaal te knikken. Herken je het? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nou, wat helpt tegen snurken? Is dat A. zangoefeningen doen? Is dat B. in rugligging slapen? Of is dat C. met geopend raam slapen?
Ik denk van C. Jij denkt van C. Je doet het raam open en dan gaat het snurkel over. Nou, het is denk ik niet een goede methode. Laten we even naar de andere kant kijken voor een andere vraag. Mirja. Nummer 9. Nummer 9 dan maar. Deze. Hoewel er kinderen zijn die wat langer bedplassen, houdt ongeveer 90% van de 6-jarige kinderen het 's nachts al droog. Als dat nou niet altijd lukt, hoe kun je in dat geval het kind het best helpen, denk jij? Is dat door A. na het eten niet meer te laten drinken, B. een keer flink boos worden, of C. het kind wekken en laten plassen? Denk C. Jij denkt C. En dat denk je goed. 'S nachts laten plassen. En het belangrijkste is dat je even wekt. Want als je het laat slapen, dan heeft het kind ook niet door dat het 's nachts even moet plassen. Ja, dan blijf ik gewoon naar jullie kijken. Ja, Mia denkt niet de andere kant op kijken, want ik ben aan de beurt. Vraag een vraag. Nummer 5. Nummer 5. Nou, is deze. Het bevruchte eitje van een mens bevat 23 paar chromosomen. Eén van de 23 paren bepaalt het geslacht. De geslachtschromosomen worden aangeduid met de letter X en Y. Welke combinatie groeit nou uit tot een jongetje? Is dat A, Y-Y-combinatie, B, XX-combinatie, antwoord C, XY-combinatie? Nou, ik zou het niet weten. Een gokje op A. Een gokje op A. En dat is een gokje dat even niet zo goed uitpakt, dus nog ook geen plaatje. De herkansing komt zo meteen. Maar eerst, Annelies, wil jij hebben vraag? 7 nog een keer. Voor je moeder dan. Deze vraag. Vaak wordt gedacht dat slaapwandelen ongevaarlijk is, maar dat is niet het geval. Een slaapwandelaar kan struikelen, kan zich stoten of zelfs uit een raam vallen. Enige veiligheidsmaatregelen zijn dus op zijn plaats. Wat kun je nou doen om slaapwandelen te voorkomen? Is dat A, een natte dweil voor het bed? B, je laten wekken in de eerste uren van de slaap? Of C, je kunt slaapwandelen niet voorkomen? Ik denk C. Jij denkt dat je het niet kunt voorkomen. Nou, dat levert je punten op. En daar was even een plaatje voor de beide meiden. Dan, Annelies. 8. Gaan wij verder als het aan jou ligt met vraag 8. Nitraat komt vooral voor in bladgroenten als spinazie, andijvie, paksoi en sla. Nitraat is niet direct schadelijk voor de mens, maar in ons lichaam wordt het gedeeltelijk omgezet in nitriet en te veel daarvan is wel schadelijk. Ook in andere situaties wordt nitraat omgezet in nitriet. Wanneer? Is dat A, wanneer gekookte bladgroente te lang bij kamertemperatuur wordt bewaard? Is dat B, wanneer groente gesneden wordt? Of is dat C, wanneer over groente vette jus gegoten wordt? Ik denk A. Marianne denkt A, wanneer gekookte bladgroente te lang bij kamertemperatuur wordt bewaard. En dat is een goed antwoord. Annelies? Vakje 2. Vakje 2. Ja. Dat is de enige nog niet gestelde vraag en dat is deze. Wanneer je bijvoorbeeld een dag in de tuin gewerkt hebt, kun je last krijgen van spierpijn. De pijn wordt veroorzaakt door een zuur dat zich ophoopt in de overbelaste spier en zo de zenuwen prikkelt. Welk zuur is de veroorzaker van spierpijn? Is dat A, aminozuur, B, melkzuur of C, vetzuur? B, melkzuur. Melkzuur. Het klinkt alsof je het weet. Ja. Ja, was niet zo, dan had je nu geweten, want dat is het goede antwoord. Ja, dan gaan we verder met de herkansingen. Annelies? Vakje 5. Vakje 5, je moet wat. Je weet niet meer welke vraag het was, hè? Help ik je eventjes. Dat was die vraag over die chromosomen. En welke combinatie groeit nou uit tot een jongetje? Was dat antwoord A, de Y-Y-combinatie, B, de XX-combinatie of C, de XY-combinatie? Ik weet hem niet, maar ik gok B. Je weet het nog steeds allemaal niet. Je gokt op B. En het antwoord was, kijk maar even mee, de XY-combinatie. Nou, dat is leuk om te weten, maar dan gaat de beurt dus nu even naar de andere kant. 1. 1, zegt Mirja nu. Krijg je van mij nog een keer die andere vraag en dat ging over het snurken. Wat helpt nou tegen snurken, Paul? Wat denk je? Is dat A, zangoefeningen doen? Is dat B, in rugligging slapen? Of is dat C, met een geopend raam slapen? Nou, ik denk A, zangoefeningen. A, zangoefeningen doen. En dit is een gouden tip. Heb je volgens jou de mensen om je heen, laat ik het zo zeggen, last van nou, snurken? Nou, ik snurk zelf als ik op mijn rug lig, dus daar viel die af. Dus dat viel al af. Ja. Nou, dat raam hadden we gehad, dus ja. Dan maar zangoefeningen doen. Begin er straks direct na de uitzending mee, mocht je er last van hebben. Wij gaan verder, Mirja. 3. Met vraag 3 is deze vraag natuurlijk, want die hadden we alleen nog maar... Over de teken, hè? Die kleine spinachtige insecten. Op welke manier kun je nou een teken het best verwijderen? Is dat A, met een draaiende beweging verwijderen? Is dat B, met een tekentangetje recht eruit trekken? Of C, met een druppeltje alcohol de teken laten schrikken?
Ja, ik denk B, rechteruit met de tekentang. Ja, dan maar B met die tekentang. En dat is inderdaad wel goed. Dus niet die draaiende beweging, maar met de tekentang. Mocht je er last van hebben, echt van een tekentang kopen en recht eruit trekken. Het hele speelveld is gespeeld. Ben ik altijd even heel benieuwd naar de stand. En dan zie ik dat op dit moment Marianne en Annelies 60 punten hebben. En Paul en Mirja hebben er 100. Dat betekent, Paul en Mirja, dat jullie mogen verder gaan met het zoeken van de tweelingen. Heb je een beetje op zitten letten, Mirja? Ja. Hoeveel ga je eruit halen, denk je? Misschien allemaal. Misschien allemaal. Nou, dat verhoogt de spanning. Laat het ons horen vanaf nu. 4. 4. En 7. En 7. Dat is een goeie. Jou hetzelfde instinker in de gaten? Ja, ik weet de instinker. Nou, zeg wat het is en waar die nummer staat. Nummer 2 en de omgekeerde van die neus, denk ik dat het is. Of, ja, dat noemen we een beetje longen, maar als het omgekeerde plaatjes is het goed. 2, zeg jij. Ja. En je weet het, hè? Wat er dan gebeurt, dan is het goed en heb je een extra leven verdiend voor in de finale. Nou, krijg je geen punten voor, maar is heel belangrijk als je de finale haalt. Ga verder. Nummer 1. En nummer 9. En nummer 9. Ja, ja, ja. Dan kijkt Annelies, die zit daarbij en die kijkt ernaar, maar die doet er niks aan. Ga verder. Nummer 8. 8. En nummer 3. En nummer 3. En? Nummer 5. En nummer 6. Natuurlijk. Ook die is goed. Heel goed gespeeld, Mirja. Kijk eens even mee wat dat dan doet met de stand op dit moment. Dan zien we in één keer dat Marianne en Annelies nog steeds op die 60 punten staan. En Paul en Mirja nu al staan op 260 punten. Dat is leuk. Dat geeft je zelfvertrouwen. Maar in die tweede ronde gaat het zo hard. 40 punten per tweeling en 40 punten per goed antwoord. Dus daar kan heel veel gaan veranderen als we gaan spelen de tweede ronde. En we laten daar geen gras over groeien. We gaan hem gelijk spelen, die tweede ronde. Jullie mogen beginnen, want je staat onderaan, zoals dat zo niet mooi heet. Maar je staat er wel. Dus doe je uiterste best. We spelen op dit speelveld 16 vakjes. Dus daar zitten, als je snel rekent, 8 tweelingen achter verborgen. Je gaat ze allemaal ook even zien, Annelies. Ja, sla ze heel snel hier in die hersentjes op en laat ze daarna horen. Ben je er klaar voor? Ja. Kijk goed dan. De eerste tweeling, Annelies. 1 en 10. 1 en 10. Kijk, dat doe jij goed. Nou, kijk of je moeder het ook zo goed gaat doen met de vraag die erbij hoort. Wat is Marjan waar over verkoudheid? A. Verkoudheid ontstaat door kou, vocht en tocht. B. Je wordt gemiddeld 3 keer per jaar verkouden. Of is het C. Er zijn zo'n 2000 verkoudheidsvirussen. Ik denk A. Jij denkt A. Dat verkoudheid ontstaat door kou, vocht en tocht, dat is een misvatting. Het is het tweede antwoord, B. Je wordt gemiddeld zo'n 3 keer per jaar verkouden. Dat is een ware stelling. Dat is helaas voor jou, Annelies, want je had er vast nog een paar geweten. Maar de beurt gaat nu even naar Mirja, die net al liet zien dat ze er ontzettend goed in is. Ga je gang. Nummer 2. Nummer 2. En nummer 3. En nummer 3. Dat is een goeie. Nou zou je vader het weer kunnen gaan verprutsen natuurlijk, als hij niet het antwoord weet op deze vraag. Paul, wat is waar over, echt een vraag voor jou, wat is waar over de overgang? In de overgang neemt A, is dat, de creativiteit af. B, in de overgang neemt de kans op hart- en vaatziekten af. Of is het C, in de overgang neemt de productie van vrouwelijke hormonen af? Volgens mij is het C. Volgens jou is het C. En je hebt daar gewoon helemaal gelijk in. Nou, 40 punten verdiend en Mirja gaat verder. 12. 12. En 4. En 4. Nee, dat kwam er wel een beetje voorzichtig uit. Ja, het is ook een heel groot speelveld, dus het wordt allemaal een tikje lastiger. Heb je ze nog een beetje erin zitten? Nou, laat het ons horen. 13. 13. En 4. En 4. En dat doe je heel goed, Annelies. Dan gaan we kijken of Marianne het ook weer gaat lukken om een vraag goed te beantwoorden. Wat is Marianne waar over haar? Een leuk rijmpje, maar de vraag is dit dus. A. Een haar groeit gemiddeld 2,5 centimeter per maand. B. Een mens verliest gemiddeld 100 haren per dag. Of C, een mens heeft gemiddeld 250.000 haren op zijn hoofd. Denk B. Jij denkt B, verliest 100 per dag. En dat klopt ook nog, zeg. Zo'n 100 haren, je moet er niet aan denken, zeg. Maar dan groeien er gelukkig ook weer een heleboel bij dan. Ja. Nou, Annelies. 5. 5. En 11. En 11. Ik zou het knap vinden, maar het wordt heel lastig nu. Dan gaat de beurt weer eventjes naar de andere kant. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, kom op dan. 8. 8. En 12. En 12. Ja, nou, dat is goed. Paul.
Deze, voor jou. Wat is waar over bacteriën? A. Ze zijn altijd schadelijk. B. Ze zijn altijd nuttig. Of C. Er zijn nuttige en schadelijke. Volgens mij is het C. Volgens jou is het C en dat klopt helemaal. Sommige bacteriën zijn onschadelijk en maken zelfs nuttige virussen aan. En ook voor de bereiding van bijvoorbeeld kaas zijn er bacteriën nodig. Dan, Mirja, mag je het weer proberen? 16. En 6. Je verrast jezelf helemaal, zie ik nu. Ik wist het niet. Nou, eens kijken of Paul ook zichzelf zo gaat verrassen met het antwoord geven op deze vraag. Wat is waar, Paul, over varkensvlees? A. Schnitzels bevatten net zoveel vet als biefstuk. B. Speklapjes zijn rijker aan cholesterol dan varkenslever. Of C. Het vet in varkensvlees is meervoudig onverzadigd. Zeg wat. Ik ga voor C. Je gaat voor C. En dat is een fout antwoord. Antwoord A was goed. In schnitzels zit net zoveel vet als in biefstuk. Nou, ik zal je de hele uitleg besparen. Kom ik na de uitzending wel even op terug bij je. Want ik ga eerst de beurt aan de andere kant geven. Annelies. 14. 14. En 9. En 9. Nee, dat zit er nog even niet in, hè. Dan moet ik helaas voor jou dan de beurt weer aan Mirja geven. 11. 11. 9. Ja. Dat is een makkie. Paul, dan maar deze vraag. Wat is waar over nagels? A. Teennagels groeien sneller dan vingernagels. B. Vingernagels groeien sneller dan teennagels. C. Vingernagels en teennagels groeien gemiddeld even snel. Ik denk B. Jij denkt B. Dat vingernagels het snelst groeien, en daar heb je helemaal gelijk in. Je zult er nooit op gelet hebben, maar het is wel het goede antwoord. Mirja. 14. 14. En 5. En 5. Nee. Nou, dat is er toch even een kans voor jou, Annelies. 7. 7. En 5. En 5. Ja, juist, dat is een paar. Nou, Marjan, zet hem even op. Wat is waar over haar? Nog even over haar dus. Antwoord A. Haarkleur, haarstructuur en kaalheid zijn erfelijk bepaald. Of B. Haar is levend materiaal. Of C. Knippen doet het haar sneller groeien. Ik denk A. Jij denkt A. En dat is een goed antwoord. Blijft de beurt dus bij jullie? Nou, het lijkt me niet zo moeilijk voor jou nu, Annelies. En 14. Wat zeg je? 14. En? 15. En 15 natuurlijk. Ja, ik vind het toch altijd horen. Want stel je nou voor dat je zou vergissen. 40 punten verdiend. En Marjan, deze vraag nog even voor jou. Wat is waar over stotteren? A. Er zijn geen aanwijzingen dat stotteren erfelijk is. B. De meeste stotteraars zijn meisjes. Of C. De meeste stotteraars stotteren niet wanneer ze zingen. C. C, denk jij. En dat is het goede antwoord. Dat heeft iets te maken met dat je zingt met een andere hersenhelft. Laten we heel even kijken naar de stand op dit moment. Dan zien wij dat Paul en Mirja 540 punten hebben en Marjan en Annelies 340 punten. We hebben niet veel tijd meer, maar we kunnen snel verder gaan met een nieuw spel. Met dit speelveld en aan de beurt om een vraag te spelen zijn jullie. Annelies, concentreer je dus, want je gaat nu alle plaatjes zien. Je mag gelijk beginnen. 6. En 7. En 7. Nou, dat is een goede 40 punten. Marjan, deze vraag daarbij. Wat is waar over voedingsvezels? A. Je hebt er zo'n 25 gram per dag van nodig. B. Mais bevat geen voedingsvezels. Of C. Voedingsvezels zijn rijk aan vitamine A. Ik denk van C. Je denkt van C. Dat denk je niet goed. Het antwoord was A. Je hebt er zo'n 25 gram per dag van nodig. Gaat de beurt naar de andere kant. Mirja. 2. 2. En 4. En 4. Nou, het zijn twee boterhammetjes met de vraag voor Paul daarbij. Wat is waar over haar? We zijn een beetje met haar bezig vanavond. Haar, antwoord A, groeit sneller bij vaak knippen. B, haar krijgt meer glans bij vaak borstelen. Of C, nat haar breekt sneller dan droog haar. B. B, je roept ook maar wat, zie ik aan. Ja. Het is niet het goede antwoord. Antwoord C, heel belangrijk. Nat haar breekt sneller dan droog haar. Dit is nog even snel een kans. Kijk, en dit is het geluid dat wij geen vragen meer spelen, maar wel het hele tweelingenspel af gaan maken. Dus Annelies, dit is je kans. 13. 13. En 10. En 10. Dat is een belangrijke. 40 punten mag je gewoon verder gaan. 15. 15. En
5. 5? Ja, en nou verder gaan? 11. 11. En 8. En 8. Nee, dan gaat de beurt naar Mirja. Ik ben benieuwd, Mirja. 16. 16. En 11. En 11. Dat was goed. 14. Ja. En 1. Dat is niet goed. Nou, dan zijn er dus nog, toch nog kansjes, Annelies. 12. En 14. En 14. Ja, ga verder. 8. En 3. En noem die laatste ook en even. En 1. En 9. En 9. Dat was logisch, die laatste. Nou, dan is het gespeeld en dan ben ik erg benieuwd of het jullie nog gelukt is. Want ik kan dat nooit zo goed bijhouden als ik zit te kijken naar jullie. Kijk eventjes mee en dan zie ik, dat is niet te geloven jongens. Marianne en Annelies, je hebt ze genaderd tot op 40 punten. Nog maar één tweeling of antwoord was er nodig geweest. 580 punten en dan verlies je toch net. Want jullie hebben gewonnen met 620 punten. Kom ik zo op terug. Maar eerst ga ik dit spaarvarken, het enige echte bodycheck spaarvarken bakken. Ik schuif hem naar je toe. 2 afleveringen heb je meegedaan. Dan krijg je van ons niet 1, maar 200 gulden. Ik hoop dat je er toch blij mee bent. Ja. Doe er iets leuks mee. Hartstikke bedankt voor het meespelen. Dankjewel. En ik richt mij nu tot Paul en Mirja. En ik zeg ja, het is jullie gelukt. Je hebt gewonnen en wij spelen met elkaar de bodycheck finale. 1 finale duurt nooit lang, maar is wel uiterst spannend, Paul. En soms zul je een beetje moeten toekijken hoe jij Mirja het gaat doen. 620 punten verdiend. Dat kunnen 620 guldens worden met daarbij die bonus van? 1000 gulden. 1000 gulden is bij elkaar 1620 gulden. Wij spelen op dit finale speelveld. En zoals je ziet heb je in het midden een prachtig hartje staan. Dat betekent dat je een leven verdiend hebt in de eerste ronde. Dus gaat het de eerste keer mis, dan kunnen we gewoon verder alsof er niks gebeurd is. De tijd gaat in. Heel veel succes. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 2. 2. Nou, dat zat er nog even niet in. Kijk goed, hartje gaat weg. Dat leven had je verdiend. Ga verder. Nummer 3. Nummer 3. En nummer 4. En nummer 4. Dat nog even niet. Nou, dan gaat jouw vader gaat nu als het goed is de zaak weer redden met deze vraag. De bewaartijd van producten wordt behoorlijk verlengd door ze in te vriezen. Wat is volgens het voedingscentrum de beste temperatuur om een diepvriezer op af te stellen? Is dat A, min 18 graden of is dat B, min 12 graden? A, min 18 graden. Min 18, je weet het? Ik denk het. Je denkt het. Nou, kijk even mee. Het is een goed antwoord. Je bent dus nog in de race, Mirja. Concentreer je weer en ga door. Nummer 6. 6. En nummer 3. Nummer 3. Kijk, dat is de eerste tweeling. Nou zijn we lekker op weg. Ga verder. Nummer 7. 7. En nummer 4. En nummer 4. Dat zou heel goed kunnen gaan worden. Nummer 8. 8. En nummer 2. Nummer 2. En dan? Nummer 1. Ja, natuurlijk. En roep je allemaal ook maar aan. En nummer 9. Maar dat laatste noemen wij altijd is formaliteit. Hoor je de kassa rinkelen? Ja. 1620 gulden. Mag ik even een reactie? Ja. Ja, dat heet sprakeloos zijn. Heb je al een beetje overlegd met je vader wat je dan met zo'n bedrag gaat doen? Nee. Hoe komt dat dan toch? Ja, hij wil een digitale camera kopen. Ja, en jij? Wat wilde jij? Ik weet niet. Jij weet het nog niet. Volgens mij gaan jullie gewoon de hele terugweg ga je er lekker over praten met z'n tweeën wat je ermee gaat doen. Ik feliciteer jullie van harte, Paul. Jou ook natuurlijk met dit geweldige teamwork vanavond. Mochten er nog ouders of kinderen zijn, kinderen tussen de zo 10, 11, 12, 13, 14 jaar, die leeftijdscategorie. En het lijkt jou leuk om mee te doen met je vader of moeder of met uw zoon of dochter. Snel even een kaartje sturen. Ik roep het nog maar een keer. Bodycheck. Postbus 35, postcode 1250 AA in Laren of mail even naar bodycheck@stokvistv.nl. Want je weet maar nooit en het eindigt heel leuk hier in de studio en dan zit je net als die twee mensen hier te glimmen van blijdschap. Tot de volgende keer, dag allemaal. En van harte gefeliciteerd. Hartstikke goed gedaan.